aan komt. De baby shower is inmiddels redelijk ingeburgerd. Nu is het tijd voor de gender revealing cake. Ja, een taart waarmee het geslacht van het ongeboren kind wordt onthuld aan vrienden en familie. De trend is overgewaaid uit Amerika naar ons land. De vrouw krijgt een echo. De uitslag wordt geheim gehouden en door een arts of verpleegkundige in een envelop gestopt. Daarmee ga je naar de banketbakker. Dank u wel. We gaan ermee aan de slag. De gender revealing cake ziet er van buiten neutraal uit. Het gaat erom wat erin zit. Als het een blauwe kleur is, dan is het aan de hand van de bosbessen, zwarte bessen. En een rode kleur, dan is het een combinatie van framboos, aardbeien. 1, 2, 3, go! In Amerika verkoopt de banketbakker inmiddels de ene geslachtstaart na de andere. Eveline Stam-Hulzink en haar man Wim zijn in blijde verwachting. Ze denken nog dol enthousiast terug aan hun taartfeestje. Het delen van zo'n moment is heel erg bijzonder. Ja, je kan dat doen in een private omgeving, dat je met z'n tweeën bij zo'n echo zit. Maar als je dat met 30 mensen met wie je echt iets hebt kunt delen, want die mensen leven ook met je mee. Dan wordt dat toch meer. Ik denk ook dat je de trend moet zien in het daglicht, dat we toch steeds meer samen willen zijn als familie. De banden willen aanhalen. En ook vooral willen delen dat er zo'n bijzondere gebeurtenis aankomt. De trend staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Maar de banketbakkers hebben er al helemaal zin in. Ik zie het al voor me, als iemand dadelijk een drieling heeft of een vierling, dat je daar vier taarten onder elkaar hebt. Met allerlei smaken en kleuren erin. Ja, ik denk wel dat dit het begin is van meer. Dat steeds meer mensen dit toch willen omarmen en er iets leuks van willen maken. Het is wel even opletten hoe je zo'n taart aansnijdt. Mijn schoonvader die vertelde ook van, nou ja, je kan die taart niet met een mes aansnijden. Symbolisch kan dat gewoon niet. We hebben het met een antieke taartschep gedaan. En een hoek van de taart open laten vallen. En nou, het was meteen duidelijk eigenlijk dat het blauw was. Tijd om onze taart open te snijden. Welk geslacht heeft mijn niet bestaande kind? Nou, dat gaat. Ik ben heel benieuwd. Lijkt me duidelijk, hè? Wim en Eveline hebben nog even nagedacht over een feestje waar de naam onthuld zou worden. Maar hebben daar toch maar van afgezien.